Hoi iedereen, vandaag heb ik weer een Get Ready With Me video in samenwerking met Clinique, waarin ik laat zien hoe ik mijn huid 's ochtends verzorg en hoe ik mezelf klaarmaak voor een aantal afspraken buiten de deur. Ik wens zoals altijd weer heel erg veel plezier bij het kijken. Ik begin mijn dag natuurlijk met een warme douche om even lekker wakker te worden. En onder de douche was ik mijn gezicht met de Clinique Pepstart 2-in-1 Exfoliating Cleanser voor een diepe reiniging. En de cleanser is een snelle, effectieve exfoliant en milde cleanser in één. En de cleanser die is olievrij en schuimt een klein beetje als het in aanraking komt met de huid. En na het douchen voelt mijn huid mega glad aan en is ook meteen een goede basis voor de huidverzorging en make-up die later ook nog volgt. Wanneer ik uit de douche kom, dan poets ik gelijk mijn tanden en dan ga ik ook verder met mijn huidverzorging. En ik gebruik sinds kort de Clinique Pepstart Hydroblur Moisturizer. En deze crème die hydrateert de huid, bereidt de huid voor op het dragen van make-up en reguleert de talgproductie en verbergt ook imperfecties. En de substantie doet mij een klein beetje denken aan een make-up primer, het is een iets dikkere substantie. En hij voedt de huid niet alleen, het is daarnaast ook een goede basis voor de make-up. Ik had de nacht hiervoor heel slecht geslapen en mijn ogen die zagen er ook echt super moe uit. En wallen en donkere kringen, daar wil ik natuurlijk wel van af. En de huid rondom mijn ogen smeer ik dan in met de Clinique Pepstart Eye Cream. En deze oogcrème die vermindert de zwellingen in slechts 3 seconden, zodat mijn oogopslag er direct frisser uitziet. En de Pepstart oogcrème gebruik ik vaker op een dag, wanneer mijn ogen er nog wat moe uitzien. En ik ben zelf echt mega fan van dit product. Net als alle andere Pepstart producten werkt dit echt voor mijn huid heel erg goed. Nu is het tijd om mijn make-up aan te brengen. En ik had op dit moment last van een hormonaal pukkeltje op mijn kin. Dus deze die ga ik nu lekker even wegwerken. En ik breng mijn make-up zoals gewoonlijk aan. Gewoon heel erg simpel. Hier heb ik gewoon al meerdere video's van. Dit is gewoon mijn standaard everyday make-up look. Dan ga ik nu verder met mijn haar. En mijn haar die feun ik meestal met een feunborstel in model. En heel soms dan krul ik het ook met een dikkere krultang. En dit is toch wel mijn meest standaard look waar ik me comfortabel bij voel.
Dan is het nu tot slot tijd om een outfit uit te kiezen. En ik ging natuurlijk weer voor all black. En wanneer ik mezelf had omgekleed, zag ik in de spiegel dat ik er nog wat moe uitzag. En daarom pakte ik de Clinique Pep Start Eye Cream er weer bij om mijn wallet te verdoezelen. En de oogcreme die neem ik ook mee in mijn tas voor het geval dat. En dan ben ik al klaar. En dit was dan alweer mijn Get Ready With Me. Hopelijk vond je het leuk om te zien hoe ik mezelf heb klaargemaakt. En ik wil jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!